verwacht dus zo dadelijk een kraker van een wedstrijd. Over enkele minuten de aftrap. Hallo beste kijkers en hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Mijn collega commentator, die kent u, Jeroen Gruter, ik ben Siert de Vos en samen doen we deze wedstrijd. Vandaag is het tijd voor de eerste groepswedstrijd voor deze teams op de World Cup. Een duel dat je niet wilt missen, hè Jeroen? Hey Siert, weet je wat het is bij deze groepsfases? Je moet de punten blijven pakken, anders is het toernooi afgelopen voordat je het in de gaten hebt. En dat zou er wel eens toe kunnen leiden vandaag dat het een sprankelende wedstrijd gaat worden. Dit is de startopstelling van het Engelse dameselftal vandaag. In de bekende 4-3-3 met vleugelspelers. Dus inclusief het gevaar vanaf de vleugels. En dan eens kijken hoe de formatie is ingevuld. Hier zien we in welke formatie de trainer de ploeg het veld instuurt. Dat lijkt een echte 4-3-3 te zijn geworden. Lekker aanvallend met ouderwetse vleugelspelers die de flanken bestrijken. We gaan van start in het WK groepsduel. Morgan. Hem. Voorzet recht voor het doel. Oh, slordig weggewerkt. Zeg, gepruts. Een dreigende kopbal. Maar net op tijd gekeerd door de keeper. Jongens, wat een wereldredding. Geweldig. Al vroeg druk gezet. Voorzet onderweg naar de tweede paal. Oh, niet goed weggewerkt. Oké, keepertje. Oprapen dan maar. Ja, die bal wordt te vroeg gegeven en dus kan de grensrechter niet anders dan vlaggen voor buitenspel. Ja, zo simpel is het. Als je medespeler terugloopt, moet je die wel even de tijd geven. Bondissier. De pas was niet moeilijk te onderscheppen. Blijft aan de bal. Deze bal gaat richting de tweede paal. Oh nee, nog steeds gevaarlijk. Het gevaar is nog niet voorbij. Een dreigend moment en... Oh nee, toch niet. Sterke actie op de bal. Ze schiet hem. Jammer dat die bal net naast gaat. Wat een geweldige techniek zeg.
Ze raken hem kwijt. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. Nu kunnen ze voorkomen. De bal werd aangeraakt, dus het wordt een hoekschop. We zien de herhaling van die aanval, die bijna tot een succes leidde. Voor het doel gegeven. De keeper hoeft zich nauwelijks in te spannen. De aanval wordt opgebouwd en ze zoeken naar opties. Maar ze weten tussen te komen en redt de situatie. Goed van de bal gezet. En ze is weg. Ja! En een redding! Bal naar het midden. Nee, die bal moet je wegwerken. Als je je zo ver laat terugzakken, dan vraag je om problemen. Sterke interceptie. En in de eigen 16. Ruimte voor de counter. De verdediging staat nog niet op zijn plek. Dit kan de voorsprong worden. Die bal kaatst via de paal terug. Dat die bal er niet in ging, zeg. Ik kan het nog steeds niet geloven. Wat een domper moet dat zijn. Redding en in de handschoenen. De keeper let niet op. Echt een fout, hoor. Kans om te scoren. De keeper met een prachtige redding. Ze neemt hem kort. Deze kans moet erin. Oh, prutsman. Dat balletje kan de keeper makkelijk pakken natuurlijk. Ja, dat zou je zeggen. Je zou denken, dit is er een uit de categorie. Geeft er maar 100 van. Maar dan gebeurt dit. Schiet dan, klikt het vanaf de tribunes. Doelpunt. En dat is de eerste van deze wedstrijd. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En dan kiest ze ervoor om de bal in de korte hoek te schieten. Vaak niet zo'n goed idee, maar de keeper was in dit geval niet alert. De score is geopend. Het is 1-0. Ze schiet. Ja, raak en die tellen we, hoor. En dan staan ze nu opeens 2 doelpunten voor. Dat gaat snel. Ik vind het er altijd mooi uitzien. Zo'n bal die er via de paal in vliegt. Mondesir. Fraai, hoor, die loopactie van haar. Niet te stoppen. Kelly. Een kans om te scoren. Ja, ratatatata. Lekker op dreef, hoor, zei ze. Alweer 3 doelpunten voorsprong.
counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Ze schiet op doel. Knap weggewerkt door de keeper. We gaan een corner nemen. In het midden van de 16. Ketst af op iemand van de tegenpartij. Er komt een hoekschop. De lat. Daar heeft die keeper mazzel, zeg. Schiet op doel. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is telraam journalistiek nodig. Wat een overmacht in dit duel. Wat een kracht ook en een vastberadenheid. Al die verdedigers die op haar duiken, maar er niet aankomen. Ze weten ze allemaal van zich af te houden. En dan maakt ze het nog af ook. Dit is een goal van grote, grote klasse. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Dumournay. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Hemp. Hier zit ze er. Hartstikke goed tussen. Heel attent. Schot is onderweg. Voor het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Ze moet erin. Daar wordt goed verdedigd. Mogelijkheden voor een counter. Had iets kunnen worden deze counter, maar ze stranden. Dumournay. Veel ruimte op de flank. Bal wordt bij de tweede paal neergelegd. En boem, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Dit is natuurlijk allemaal prima, deze voorzet. Daar valt niets op af te dingen. Eigenlijk hoeft alleen maar het hoofd tegen de bal te worden gezet. Er is geen tegenstander in de buurt, dus de speler kan uit het duel blijven. Dat komt door die goede positionering. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van de kans verzilveren. Goal. 5 tegen 0 alweer. Het krasverschil is duidelijk. Over de vleugel. Daar ligt de ruimte. Als ze raken de bal kwijt, ja, kans voorbij. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Het gevaar nog niet geweken. Oh, die valt binnen en nu heeft ze haar hat-trick te pakken. Wat een dag voor haar.
En daarmee heeft ze 3 keer gescoord vandaag. Ze mag de bal mee naar huis nemen. De hat-trick in de zak. Ja, en wie weet heeft ze ook nog tijd en zin om een 4e te maken. Ja, waarom ook niet? Kwartet. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Voor de blessuretijd worden 3 minuten uitgetrokken. Mondesir. Nog steeds met de bal aan de voet. Nee, toch niet. Die aanval is gestopt door de tegenstander. Russo. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook. Daar gaat ze. Mooi nummer. Uit de draai. Daar is haar toppen. En wat voor eentje. Wat een heerlijke goal zeg. Het doelpunt ontstaat eigenlijk door die voorzet die je gerust vlekkeloos mag noemen. Dat zie je hier nog eens. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. De scheidsrechter fluit en maakt zo een einde aan deze eerste helft. Waarin er maar 1 ploeg is die aanspraak lijkt te maken op een zege hier vandaag. Dat was de aftrap voor de tweede helft in het groepsduel in de strijd om de World Cup. Ze schiet appeltje eitje. Dat heet inleveren bij de keeper. Mijn vader had vroeger een zuivelhandel. Hemp. Russo. En Koekoek, ze is er voorbij. En er zomaar in. Is het zo'n dag? Ja, daar is hij. Haar derde van de dag. En dus heeft ze haar hat-trick te pakken. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En dan die afronding, ja. Hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect en dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. Heerlijk toch, al die doelpunten. 1 team is duidelijk de baas. Knullen verspeeld. Nu snel eruit komen. Het was een overtreding, maar ze geeft voordeel. Er valt weinig eer aan te behalen. De scheidsrechter besluit tot een vrije trap. Daar zet ze het blok. Een schot. En boem, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Wat kan ze toch veel met een bal, hè? De beheersing is optimaal. De tegenstander heeft geen schijn van kans. Ik kan eigenlijk alleen maar toezien hoe ze wordt gepasseerd en hoe die bal uiteindelijk in het net eindigt. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Mondesir houdt de bal vast. Ze rukt ook met de bal richting de goal. Ze kan die bal pakken. Doelpoging, schot. Ja, wat een knap doelpunt is dat.
Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hier moet een kans uitkomen. Gaat het iets opleveren? En dat is een mooi doelpunt. Omdat hij zo mooi is, ze passeert de verdedigers alsof ze er niet staan en klopt tenslotte ook de keeper. Mooie individuele actie toch? Zie het, ik heb daar niets aan toe te voegen. Dat is heel fraai gedaan. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Dumournay blijft goed aan de bal. Ze gaat de tegenstander voorbij. Als je zo dicht bij het doel af kan werken, dan moet je toch met iets beters komen dan dit. Ja, dit is nou gewoon een kwestie van de kans weggooien. Komt er een doelpunt aan? Zo, die zit er mooi in, zeg. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. En dan komt ze in een goede positie om uit te halen. Ja, dat is een behoorlijk schot. Kijk eens naar die bal. Schitterend afgerond. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Want is hier. Een fijn staaltje spel in zich. Maar helaas loopt die aanval dood. Ja, dat is een hoekschop. Korte corner naar een teamgenoot. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Dat is een gevaarlijke steekbal. De bal komt aan. Lekker doelpunt. Dit is een ragfijn paasje, hè? Zo wordt het doelpunt eigenlijk gecreëerd. Moet je eens kijken. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. En weg is ze. Ja, Kukuga! Ze maakt het geweldig af. Dit soort solo's zijn toch altijd heel fijn om terug te kijken. Zie, dat moet je nou toch eens zien. Wat een klasse. En er is niemand die echt kan ingrijpen. Met uiteindelijk de afronding. Het is in elk opzicht schitterend. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Nog steeds aan de bal. En een mooie kans. Die pakt ze goed.
Hij wordt kort genomen. Blijft aan de bal. Gepakt door de keeper. De trainer zal meer dan tevreden zijn over die redding van de keeper. Die was onnavolgbaar. Oh, oh! Daar komt de kans aan. En die hangt, ze scoort! Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En dit soort kansen kun je haar wel toevertrouwen hoor. Dan is ze op haar best. De keeper heeft het nakijken op dat kiezelharde schot. Indrukwekkend. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Schitterende reactie. Zo dichtbij ingeschoten. Ik dacht dat hij erin ging. Wat een geweldige reflex. Hele adequate redding. We gaan hier een wissel zien. Het wordt een korte hoekschop. Op zoek naar de opening. En ze maakt het af. Ja, die tellen we. Doelpunt. Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nou, toch eigenlijk niet. Hè? De verdediging wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, ja, dan is het natuurlijk makkelijk afmaken. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Ze weten van door te gaan. En het wordt uiteindelijk geen doelpunt. Maar ja, er staat een lorre keeper. En die voorkomt dat. Ja, terwijl dit toch eigenlijk een zeker doelpunt was. Niet voor het doel, maar kort. Ze trekt naar binnen met de bal. En die bal is weg. Er zijn opties aanwezig voor een counter. Kunnen ze die counter afmaken? Ze gaat de tegenstander voorbij. Met deze bal hoeft de keeper geen enkele moeite te doen. Ze kan die bal onderscheppen. Slot erop, niet Arne Slot. En de sleutel weggooien. Ja, en dan een mooie steekpas. Ze kan er nu iets mee doen. Jammer dat die bal net naast gaat. Wat een geweldige techniek zeg. En dan gaat iemand gewisseld worden aan de Engelse kant. Zelem. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Dumourné. Louis. Gevaarlijk. Zo'n steekpaas. Steekpaaltje. Eindigt bij de keeper. Rosso. Daar gaat ze. Mooi nummer. Zo, die zit er mooi in, zeg. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En dan die afronding, ja. Hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect en dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speeltijd erop. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld.
Ze schiet richting doel. Hoe doet ze dat? Wat een redding. En ze neemt hem kort. Snijdt naar binnen. En een eenvoudig blok. Knap tegengehouden hoor, door de keeper. Het voorgegeven, maar kort gespeeld. Onder druk gezet door de tegenstander. De bal wordt afgepakt. Lucy Bronze. En weg is ze. Hier neemt ze een doelpunt voor haar rekening. Ja, account moet je tegenwoordig zeggen. Haar tweede deze wedstrijd. Ze is een nachtmerrie voor die verdedigers. Een nightmare. Oh, wat een heerlijke treffer. Die speler ontsnapt. Dan de schitterende loopactie, geniale techniek en vervolgens uiterst efficiënt afgerond. Ja, daar kun je alleen maar bewondering voor hebben. Wat een doelpunt te festijn, zeg. We hebben niks te klagen. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Zeker van de bal. Een ijzersterke fysiek. Mondesir. Kan ze hem maken nu? Ze keert die bal knap. Gaan we nu een counteraanval zien? Oh, wat een kans! De bal raakt de lat en gaat over. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ze keert die bal. Knappe redding. Geen voorzet, maar kort gespeeld. Snijdt naar binnen bij de achterlijn. Moet de keeper zich strekken. Ja, en dat is een schot vanaf de parkeerplaats. Goedemorgen, zeg, zou Evert zeggen. Wat een afstand om hem erin te leggen. Een plaatje, een pronkjuweel. Wat een verwoestend schot was dat. Ja, die afstand, enorm. Zou je zeggen, misschien toch een bal voor de keeper, maar die kon er niet bij. En dan is deze WK-wedstrijd afgelopen. Fluitsignaal klinkt. Ze hebben vandaag weten te winnen. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zegen.